Hallo dames en heren en welkom bij eindelijk weer een nieuwe video. Nieuwe Assetto Corsa video. Ja, en jullie weten allemaal wat dit betekent. Ik heb mijn LFM license. Dus ja, nieuwe kansen, nieuwe ronden, nieuwe kansen. En eindelijk tegen echte mensen racen. Niet tegen AI, maar tegen echte mensen. Dus met echte fouten. En waar ik dus misschien ook echt boos op kan worden. Dit racen, hier zie je trouwens de nieuwe auto. Het wordt de, het is het nieuwste released Ferrari, is dat. Hij is nog niet helemaal vol met sponsors. Ik heb maar wat neergezet. Ik dacht voor de grap hoofdsponsor Bitfavo. Misschien kan ik nog wel wat andere dingen toevoegen. Northern Wolfie logo, heel mooi. Aan de voorkant en het nieuwe Northern Wolfie kleurtje. Dus ja. Laten we maar gewoon meteen naar de eerste race gaan. Nou, dan zijn we hier dus aangekomen op de Watkins Glen in New York. New York, Manhattan. Nou, niet Manhattan, maar wel New York. Dan gaan we maar meteen beginnen met het kwalificatierondje. Ik moet zeggen dat ik het nog een vrij lastige baan vind. Natuurlijk sowieso een ander niveau. Hele snelle mensen ook. Dus, ja, kijk, hier eerste bocht gaat al meteen helemaal lekker. Komt wel goed wijd uit. Dit is misschien wel een van de makkelijkste gedeeltes van de baan. Heel erg dicht op de curve. Dat was eigenlijk de bedoeling. Klein beetje stof. En hier wil je eigenlijk zo dicht mogelijk op dat muurtje komen, maar niet raken. En dan hier wanneer de baan zeg maar wat meer open, vol op het gas. En dan hier ja, een beetje op gevoel remmen. Qua lijnen was ik op zich wel tevreden. Hier schiet ik dan wel een beetje wijd, wat overstuur. Waardoor ik ook weer wat te wijd uitkom. Dan hier ook weer ongeveer tussen de 200 en 100 meter remmen. Heel snel op het gas. Hier een beetje ja, trail breaking. En ik vind dit nog steeds heel lastig, want ik wil eigenlijk natuurlijk heel snel door deze bocht heen gaan. Maar ik wil ook niet te wijd uitkomen. En hier, ja, vooral ik altijd heb dat het idee dat ik de auto gewoon echt een bocht ingooi. Nou, dan hebben we hier de kwalificatie gehad en dan eindigt dat op een 1.48.4. En dat was ook meteen het laatste rondje dat ik ook mocht doen. En dat was meteen het beste rondje. En dat zorgt ervoor dat ik hier kan beginnen op de 13e plek. Oké, dan zijn we hier bij de Formation Lab. Van de allereerste race van dit ja, online seizoen eigenlijk. Dat was, ja... Weer even wennen om een volledige formation lap te doen. Ik zag al meteen dat mijn bandjes lekker koud werden. Mijn remmetjes ook lekker koud, lekker blauw. Dus daarom was ik gewoon lekker mooi de hele tijd zo heen en weer aan het weaven. Een beetje om die... Ja, om die temperatuur in de band te krijgen. Natuurlijk, hartstikke nerveus. Allereerste echt serieuze online race. Met een met daadwerkelijk een rating. Dus alles wat ik doe heeft invloed op mijn rating.
Ja, dat is natuurlijk spannend. Want ja, als ik het dan verkloot, simpelweg gezegd, ja, dan ga ik huilen. Ga ik huilen. Het is nog steeds een beetje rommelig allemaal. De Formation Lab. Maar we zijn ready. Ik zit echt in dat kontje van de McLaren. En volgens mij worden dat de groene lichten. Ja hoor, groen vlagje is aan het waaien. Niet per se een hele slechte exit. Iedereen houdt ook mooi afstand van elkaar. Dat is natuurlijk ook heel mooi om te zien. Heel erg dicht op die rode Ferrari wel. Hij neemt de binnenkant in en de buitenkant. Oei, en daarachter gebeurt al genoeg. Iemand is er al af. Zo te zien rijd ik wel volop het vieze, waardoor de Ferrari naar voren kan duiken. Maar dat is niet erg, dat is veilig spelen. In principe zou ik nu al op een moment kunnen zijn dat ik gewoon mijn ritme moet vinden. Kijk, er begint nu alweer een klein gaatje te komen. Wat je natuurlijk eigenlijk niet wil. Want diegene achter mij, die dan een slechte start hebben gehad, die komen dan wel steeds dichterbij. Ja, een gevaarlijk momentje hier. Kon ik gelukkig de Porsche makkelijk inhalen. Ga hier dan wel enorm wijd. Waardoor ik echt goed moet kijken wanneer ik de baan op kom. Nou, dit was al een eerste grote fout van mij. Ik hou hem gelukkig op de baan. Nou, die BMW komt met een bloedgang. Hij komt met een bloedgang aan. En hij tikt mij ook echt bijna aan, hè? Ongelooflijk snelle kerel is dat. Vergeleken met mij natuurlijk. Kijk, hier denk ik dan ook maar, weet je, ik rijd wel achter hem. Want hij is veel sneller dan mij. Koekeloeren of ik hem dan bij kan houden. Zo, daar gingen er weer een paar af. Ik zie nu ook dat, zeg maar, bij die ene bocht net, dat ik wel echt de apex moet raken in ieder geval, wat ik dus ja, totaal niet doe. Hier kom ik ook heel langzaam uit vergeleken met die McLaren. McLaren blijft wel netjes achter mij rijden. Oh, en daar werd ik keihard aangetikt. Maar we kunnen nog verder, gelukkig. Ja, foutje van de McLaren. Niet een erge, niet een erg foutje. Wel een grote schrik voor mij. Keihard aan het bikkelen. En ja, dan ga ik veel te wijd en raak ik de muur. Ja,
Weer grote fout. Meteen ook één plek. Eén plek maar kwijtgeraakt, zie ik. Die rode Ferrari, die durft ook niet. Ja, de auto is al wel een beetje aangegooid. Is ook niet per se erg. Dan zijn we nu op de vierde lap, zeg maar. En een ongelofelijke gossie. Ongelofelijke gossie. Gossie Mickey Mijnen. Ja, dit was echt... slopend moment, zou je wel kunnen zeggen. Het was een crash. Gebeurde voor me. En ik kon het niet ontwijken, of het is me niet gelukt om het te ontwijken. Dit was wel, een flinke, niet per se wake-up call, maar echt een goed leermoment. Ik had niet goed gekeken. Ik keek niet goed ver genoeg vooruit, waardoor ik de BMW niet op tijd zag. En... daarom kon ik niet op tijd uitwijken en crashte ik vol op de BMW. Al was dit echte leven, waren we allebei dood geweest. Gelukkig is het een spelletje. Dus nu wordt het meteen de pits in. Nieuwe banden. Nieuwe ronde, nieuwe banden. Kan ook voor de rest van de race benzine erin stoppen, zodat ik er dan niet meer nog een keer in hoef. Dus dat is ook zeker nice. Heel chill. Hij zit nu lap 6. Ik zit een lap achter. De BMW als het goed is ook. De McLaren ook. En het enige wat ik... nu in de race kan doen is oefenen. De ervaring pakken. De baan voelen. En dus gewoon oefenen. Nou, zijn we nu bij lap 9. En er is weer een... ja, hier een achterblijver. Die is 3 laps achter. Ja, is vervelend om die tegen te komen. Ik wist nog niet dat het een blauwe vlag was, want ik had dat niet in mijn scherm staan. Dus voor nu dacht ik vooral, ja, ik moet gewoon naar hem toe rijden. En hier zag je de blauwe vlag al wel in het scherm gezwaaid. Toen had ik het ook wel door dat dit dus een blauwe vlag was. En dacht ik, oké, ik moet hier voorbij. En daarom dacht ik, ja, ik moet hier dus ook wel voorbij. En daarom dacht ik, ja, ik ga hier erin. En dan verlies ik het achterkantje. En ja,
verlies ik daar eigenlijk juist tijd mee. Super stom. Niet nog een keer proberen, in ieder geval. En hierin leerde ik al meteen zo van, ja, eigenlijk met een blauwe vlag. Ik moet alleen gaan als ik echt zie dat ik de kans gegeven wordt, sowieso. En dat ik er dus ook alsnog zonder enig hindering langs kan. Dus dat is wat ik nu meer in mijn hoofd heb. Dus wat ik meer wil gaan proberen. Sowieso eerst meer in de buurt komen van hem. En dan wanneer de opportunity, de kans er is, gaan pakken. Want ik race toch niet eens echt mee, weet je. Ik ben er gewoon rondjes aan het rijden. Dus dit is gewoon allemaal ervaring opdoen. En gewoon rustig blijven rijden. De 11e lap. Ik kom steeds meer dichter bij Toulis. Hoe je het ook mag uitspreken. We hebben nog steeds de blauwe vlag, maar ik ben nog niet, ja, in de buurt. En dan rem ik hier voor deze bocht. En raak ik volledig de muur. Rookie mistake. Alle fouten die ik denk ik had kunnen maken in deze race, heb ik gemaakt. Helaas. Is jammer. Is echt, echt heel jammer. Maar ik heb er wat van geleerd. Hier ook weer. Mijn hele auto aangehoord. Blijft mooi aan de buitenkant. Zodat ik geen hinder ben voor de McLaren. Voor mij is dat ook de nummer 1. Bockler. En moet ik weer naar de pits toe. In ieder geval. Nou, dit is dan lap. De 25e lap. Een van de laatste laps die ik nog moet doen. Er is één persoon waarschijnlijk geliefd. Er zijn nu namelijk nog maar 17 mensen in plaats van 18 in de lobby. Wat dus betekent dat ik wel gewoon een plek omhoog ben gegaan. Want dat is iets dat ik dus absoluut nooit te nimmer zal doen. En dat is gaan voor een DNF. Ja. Al ben ik al een pro. Ja. Dan zou ik er misschien anders over nadenken, terwijl ik hier keihard tegen de muur heen. Maar nu kan ik alle ervaring gebruiken. Dus DNS ga ik niet doen. Dan zit ik maar 300 laps achter. Als ik op zijn minst maar nadat de leader gefinished is, nog binnen, wat is het, 2-3 minuten kan finishen, dan is het helemaal goed. Want zo, op deze manier, omdat ik dus niet meteen quit, heb ik toch één plek gewonnen. In de zin van mijn ELO. Ik was natuurlijk 13e gekwalificeerd, dus dat is wel erg jammer. Er staat nu zelfs dat ik 15e ben geworden. Dat ik nu op de 15e plek sta. Er is weer iemand geliefd.
Er zijn natuurlijk mensen waarschijnlijk nu al gefinished, want het is de laatste. Volgens mij. Ik hoor al wel vuurwerk, dacht ik. Ja. Ja, dit is dus de laatste ronde voor mij. Ga nog super wijd. Ach joh, het maakt ook allemaal niet uit. Weet je, ik heb de auto thuis gebracht. Niet heel, maar ik heb hem thuis gebracht. Checkered flag. En in principe ben ik dan op een 16e plek geëindigd. Oké, dames en heren, dan zijn we hier op de LFM site. Split 4, daar zat ik in. Hier, dan hebben we Buckler 1,44,9,55. Heeft 75 punten gehaald. Wat niet voor zijn uiteindelijke wekelijkse ding is. Geld. Waspol heeft ook gewonnen. Heeft wel 153 ELO gewonnen. En wat safety rating. Cool. Nou, en dan hebben we hier. Mei. Heb ik safety rating verloren. Natuurlijk. Door de crashes. Met 40 incident points, helaas. En ik heb 11 puntjes gekregen. Omdat ik dus auto nummer 17 was, zoals hier staat. Nummer 17. En ben 15e. 15e uiteindelijk geworden. Want 2 DNS, de BMW, die 6th BMW. Die heeft een hele slechte safety rating. En eigenlijk heel veel mensen hier hebben een hele slechte safety rating. Dus de volgende keer, de volgende race, moet ik daar extra goed op letten. Want ik kom nu vooral in splits met mensen met een hele slechte safety rating. En wat dat betekent is dat die mensen heel veel crashen, heel veel problemen veroorzaken op de baan. En daarom moet ik de eerstvolgende races vooral heel voorzichtig en misschien zelfs een beetje een stapje terug en langzaam rijden. En in ieder geval mensen niet aanraken. Ja? Op de baan. Dus dat wordt in ieder geval het doel van dit seizoen. Niet per se om echt te winnen en dat soort dingen. Maar om zo min mogelijk crashes te maken. Zo min mogelijk fouten te maken. En vooral heel erg consistent te blijven rijden. Dus nu, stel, ik ben 17e. Of mijn nummer is 17. Dan is 17e, 17 of hoger is helemaal dikke prima. Ja? Dus dat, ja. Vond je dat leuk? Doe dan een like, abonneer. En tot de volgende keer in ieder geval. Later.